Maar nu zou ik graag eerst het woord geven aan onze minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Pieter de Krem. Dames en heren, mesdames en messieurs, heren. Meneer Hans Dont, voorzitter van het directiecomité, ministerie van Financiën. Heer Freddy Rosemond, voorzitter van het directiecomité van het ministerie van Binnenlandse Zaken, van de FOD. Binnenlandse Zaken, dames en heren, hartelijk welkom. Het is voor mij een groot genoegen van hier te mogen zijn, mesdames en messieurs et chers participants. C'est pour la toute première fois, qui était une chanson des années 80, que le service public fédéral intérieur et le service public fédéral de finances ont conjugué leurs efforts pour organiser ce qu'on appelle un hackathon. Cette initiative aujourd'hui réunit des personnes de milieux différents afin d'identifier ensemble des méthodes permettant de relever plus adéquatement et plus efficacement les multiples défis qui se présenteront à l'avenir. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue et à vous remercier très sincèrement pour l'engagement et la volonté dont vous faites preuve pour relever ce fabuleux défi. Dames en heren, beste aanwezigen. ICT en digitalisering hebben op relatief korte termijn een fundamentele positie ingenomen in onze kenniseconomie. En nooit in de geschiedenis werd zoveel informatie en data uitgewisseld op zo'n grote schaal, aan zo'n hoog tempo en tussen zoveel verschillende actoren. En ik meen ook dat we eigenlijk pas aan het begin staan van dit proces, waardoor overheden en private actoren zich logischerwijze zo moeten organiseren dat ze zowel op juridisch, technologisch, als ook op het vlak van human resources klaar zullen zijn voor de technologiestroom die moet gekanaliseerd worden en in een mode moet gemanaged worden. Maar ik zou u ook een bekentenis willen doen vandaag. Ik ben een absolute believer van de onbegrensde mogelijkheden die technologie, innovatie en digitalisering ons bieden om de uitdagingen die op ons afkomen beter en effectiever aan te pakken. En dat heeft een logisch gevolg. En het logisch gevolg daarvan is uiteraard dat ik ook absoluut overtuigd ben dat zowel onze overheden als onze bedrijven erin zullen slagen om die omslag te maken en velen van hen hebben hem reeds kunnen maken. Dit wil dus zeggen dat publieke en private actoren beide in de toekomst moeten blijven innoveren om kleine en grote uitdagingen samen aan te pakken in een omgeving die steeds sneller, steeds vaker en op een steeds minder voorspelbare manier wijzigt. In die steeds volatielere omgeving dienen zich dagelijks heel duidelijk voelbare uitdagingen aan, maar ook evenzeer grotere internationale uitdagingen die zich verder van ons bed lijken te bevinden, bijvoorbeeld de klimaatverandering. En elk initiatief en elke actor die inzet op innovatie om met die verschillende uitdagingen aan de slag te gaan, verdient dan ook alle steun om dat proces succesvol te laten doorlopen. Het samenbrengen van u allen, van mensen, van ideeën en inzichten, zoals vandaag, is wat mij betreft één schakel in een kettingaanpak waarin het bundelen van al onze krachten centraal staat. Mesdames et messieurs, les deux services publics fédéraux qui soutiennent l'organisation de ce Hack for Gov ont déjà une certaine expérience en matière d'innovation. La carte d'identité électronique reste un précurseur dans le monde entier. Tax on Web est également un exemple classique d'innovation dont le but est de faciliter la vie des citoyens. Les défis que nous, que vous, en tant que participants au Hack for Gov, allez devoir relever au cours des deux jours qui nous suivent, pour ainsi dire, sont inspirés de faits réels. Les défis identifiés sont au nombre de 6 et je suis, en tant que ministre compétent pour la sécurité et l'intérieur, régulièrement confronté à certains d'entre eux. Pour ne citer que 3 exemples. Premièrement, comment s'assurer que les personnes frappées d'une interdiction de stade ne puissent pénétrer dans un stade de football? Ou deuxièmement, comment mieux sensibiliser les citoyens à l'utilité de payer des impôts afin que ceux-ci fassent plus rapidement et avec plaisir?
Ou encore, un troisième exemple, comment pouvons-nous, en tant que citoyens, utiliser les services de secours et les pouvoirs publics pour réagir de manière plus proactive aux catastrophes naturelles du XXIe siècle. Ce sont là des questions très concrètes sur lesquelles vous devrez, en tant que participants, vous pencher les deux jours prochains. Je vous invite donc à briser les barrières qui existent parfois entre les acteurs publics, privés et académiques. En fait, je vous encourage même à le faire. Je vous encourage à unir vos forces, à chambouler les idées et procédures préconçues et à écarter impitoyablement toute excuse potentielle. Vivez ces prochains jours selon la devise suivante « The sky is only the limit if you quit after reaching the sky ». Dames en heren, beste deelnemers, ik kom tot mijn besluit. Wanneer het gaat over innovatie, wordt binnen organisaties wel eens de 70-20-10-regel toegepast. 70 betreft de 70% van de tijd die een organisatie besteedt aan het draaiend houden van de winkel, inclusief het verbeteren van bestaande diensten en processen. 20 staat voor de 20% van de tijd die gaat naar nieuwe kerntaken, die dicht bij de huidige kerntaken of de sector blijven liggen. En de laatste 10% zijn misschien wel de leukste, waarbij aan bomen wordt geschud en waarbij organisaties echte vernieuwing trachten te bewerkstelligen. En deze twee dagen staan zonder twijfel in het teken van die laatste 10%, waarbij het in jullie handen ligt om één stapje vooruit te zijn op de toekomst. Ik wens u 1. veel plezier, 2. veel inzichten, 3. een beetje moed, en ik laat jullie nu graag los als hongerige wolven op deze tweedaagse hackathon. Je vous remercie de votre attention. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel.